En na het bereiken van de bekerfinale afgelopen woensdag ten koste van PEC Zwolle bereidt PSV zich voor op de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo. Uitgerekend de 1913e wedstrijd van PSV in de Eredivisie. En dat in het 100-jarig bestaan, u weet het, opgericht in 1913 en dan de 1913e wedstrijd spelen. Het is een merkwaardige competitie. Afgelopen weekend verloor PSV van Feyenoord. Zat even in zak en as, maar vervolgens lieten ook Twente en Ajax punten liggen. Een rare competitie dus. Ja, het blijft een rare competitie. Maar dat zeggen ze, ik denk dat alle trainers het zeggen, dat ze op een gegeven moment niet meer weten hoe we ervoor staan. Maar we staan nog steeds 2 punten voor, we hebben alles in eigen hand. We hebben nog 10 finales te spelen. Eigenlijk 11 met de beker erbij. Dus het wordt voor iedereen interessant. Er gebeurt van alles. Iedereen verliest van iedereen. En dat is raar, maar gelukkig gebeurt het niet alleen bij ons. Nee, maar er zit natuurlijk toch op zich weinig verschil tussen de ploegen. Die 5 ploegen die bovenaan staan. Er zit toch genoeg kwaliteit. En, maar bepaalde wedstrijden zijn gewoon moeilijk. Je kunt natuurlijk, wat niet nodig was, je kunt natuurlijk wel bij Feyenoord verliezen. En, als je toch een wedstrijd analyseert, ja, had het niet nodig geweest. Maar ja, dat is altijd achteraf. Achteraf praten. Het vizier gaat nu op de wedstrijd tegen VVV, waar deze Jermaine Lens niet bij is. Hij is geschorst naar aanleiding van de wedstrijd afgelopen weekend in Rotterdam. En dus is het aannemelijk dat Jurgen Locadia zijn opwachting maakt in de basis in de wedstrijd van zaterdagavond tegen VVV. En ze hebben in Venlo nog een beetje buikpijn van Locadia. Weet u nog, eerder dit seizoen, toen scoorde Jurgen Locadia er 3. Dit was nummer 1 tegen VVV op aangeven van Ola Toivonen. Hier is nummer 2 in de maak. Schot van Bauma van richting veranderd. En hier zijn derde, zijn eerste 3 Eredivisie goals. Jurgen Locadia bezorgt VVV hoofdpijn. En Dick Advocaat is enthousiast over hem. Hij heeft een enorme drive. Het is niet een statische spits. Hij is echt bezig. Hij heeft 2 benen, een fantastisch schot. Loopt goed. Ja, ik vind het een spits waar ik van hou, laat ik het zo zeggen. Het type spits waar ik van hou. Iemand die voor het doel heel scherp is en heel makkelijk scoort. En ook hij is goed in de combinatie en hij is goed in het weglopen vooral. Steekbal die hij verwacht, hij is altijd scherp om die ballen binnen te tikken. Hij is iemand zoals die goal die maakte, die 1-0, die is heel belangrijk. En van daaruit kan je verder bouwen en ik hoop dat hij dat morgen weer doet. Dat is het verhaal Jurgen Locadia. Dan is er ook nog het verhaal Ola Toivonen. Speelde afgelopen dinsdag weer zijn eerste wedstrijd na een langdurige blessure. En is er in ieder geval bij tegen VVV. Maar wat doe je nou? Begin je met hem? Zet je hem in de basisopstelling? Of laat je hem pas gaandeweg de wedstrijd in de tweede helft bijvoorbeeld invallen? Dat zijn de mogelijkheden die ik heb. En daar moet ik nog even over nadenken. Wat is het risico van het 1 om hem te laten beginnen? Ik denk het niet, want ik heb hem dinsdag 6 minuten, 65 minuten zien spelen. Tegen een goede tegenstander als Groningen. Ook met een aantal eerste elftalspelers deed hij heel goed. Heel geconcentreerd, heel scherp. Maar het belangrijkste is dat de speler er zelf in gelooft. En als je dat niet doet, dan moet je dat niet doen. En daarover wil Advocaat nog even met Toivonen praten. We merken dat zaterdagavond vanzelf voor de wedstrijd van PSV tegen VVV. Venlose club zit in degradatienood. Is een van de kandidaten om na dit seizoen te degraderen. Dat betekent dat VVV in Eindhoven zeker geen open huis zal spelen. Ja, dat is heel moeilijk. Kijk maar tegen Ajax vorige week. ADO Den Haag deed het gewoon goed, maar gingen zich ook een beetje ingraven. En uiteindelijk, als ze 1 goal maken, dan kunnen ze helemaal een blok vormen. Dat zal moeilijk worden voor ons, maar we proberen er gewoon door te komen en zo snel mogelijk te scoren. Het wordt weer een interessante competitieronde met PSV VVV, al ruim besproken. Maar ook wedstrijden als FC Twente tegen Ajax. En wat dacht u van NEC tegen Feyenoord? Kijkt Dries Mertens nou ook met een schuin oog naar die wedstrijden? Eigenlijk mag je ze niet in de gaten houden, maar ja, je doet het wel. Maar eigenlijk moet je gewoon zelf winnen. En als je zelf wint, dan loop je sowieso uit. Er gebeurt altijd wel iets ergens. Dus eigenlijk moet je gewoon alleen naar jezelf kijken. En dat is het beste. Het belangrijkste wat je zelf doet. Ik bedoel, we kunnen wel naar anderen kijken. Wij hebben alles in de hand, we staan 2 punten voor. Dus als wij onze wedstrijd blijven winnen, dan betekent dat je tegenstander toch een keer gaat verliezen. De concurrentie, laat ik het zo zeggen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Het verhaal is eigenlijk heel simpel, hè? Alles winnen, je bent kampioen. Ja, zo is het wel. Dat kan niet iedereen zeggen. En daar heeft Dick Advocaat gelijk in. En toen nog even lekker afwerken op doel, terwijl Erik Pieters al elders aan zijn herstel werkt. En mogelijk binnen 2 tot 3 weken alweer inzetbaar is. Is hij er dus morgen niet bij, Jermaine Lens. Treft zeker op de training, maar deze Jurgen Locadia kan het ook. Morgen in de basis tegen VVV Venlo.